alles maakt geluid, probeer het maar uit. Maak je eigen muziekje. Alles maakt geluid, probeer het maar uit. Met een fietsbel of een elastiekje. Hallo, ik wist niet dat jullie al zaten te kijken. Hey, welkom bij Muziek Maken met Dirk. Ik zat even lekker gitaar te spelen in mijn eigen huis, ja. In de muziekstudio van mijn eigen huis. En er hoort natuurlijk een liedje bij, dat kennen jullie wel. Zullen we het even zingen? Ik woon in een huis en dat huis staat in een tuin. Die tuin ligt aan een straat waarin een hele grote boom staat. Yeah! Dat huis dat heeft een dak, een deur en een raam. En in de tuin, daar zie je de bloemetjes staan. Ja, nou, we zitten nu in mijn huis, maar niet in mijn tuin, want we zitten lekker in mijn muziekstudio. Hier eens kijken wat ik allemaal voor instrumenten heb. Ik heb hier een drumstel, kijk maar. Ja, die maak ik zelf van een emmer en een pan. En ik heb een piano staan. Kijk eens eventjes. Oh, kan er niet zo goed bij, maar zo. Ja, piano. En een basgitaar, die heb ik zelf gemaakt. Van een bezemsteel. Daar heb ik een veter erop gedaan. Dan kun je zo, kijk maar. Ja. En we gaan natuurlijk ook zingen. Dan heb ik een echte microfoon. Hallo, hallo. Ik ben een zanger. Ja. Maar we kunnen dat natuurlijk ook zelf maken van een kartonnen kokertje. Kijk. Nou, zo kunnen we lekker muziek gaan maken. Ik heb een gitaar. Kijk. Ja. Speelgoedgitaar. Maar ik heb natuurlijk ook een elektrische gitaar. Zal ik die eens even pakken? Ja. Oh. Eens even kijken of die het doet hoor. Zo. Kijk. Mooi hè? Ja, en ik kan ook lekker rock and roll spelen. Kijk zo. Hey, zullen we muziek gaan maken? Ik heb een idee. Pakken jullie er van alles bij? Pak een kartonnen doos, een emmer, een pan. Gaan we lekker trommelen met z'n allen. Je pakt een kartonnen kokertje, kun je lekker zingen. Je pakt een oude bezem en je doet daar een veter op. En nou, piano, misschien heb je thuis een piano staan, speel je mee. En anders spelen we piano in de lucht. Pak je spulletjes erbij. Snel, snel, snel. Zet lekker klaar. Gaan we een band vormen. In Holland staat een huis. 4, 3, 2, 1. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis, ja, ja, van je zingela, zingela, hop, sa, sa. In Holland staat een huis, in Holland staat. En in dat huis, daar staat een drumstel. Trommelen jullie mee? En in dat huis, daar staat een drumstel. En in dat huis daar staat een drumstel, ja, van je boem, 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 doe, 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 doe. In Holland staat een huis, in Holland staat een drumsolo. In dat huis daar staat een bas, daar komt ie jongens. In dat huis daar staat een bas. In dat huis daar staat een basgitaar van je boem, 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 doe, 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 doe. In Holland staat een huis, in Holland staat een. En in dat huis daar staat een gitaar. In dat huis daar staat een gitaar. In dat huis daar staat een gitaar, ja ja. Van je bling plong bling plong, wauw wauw wauw. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. En
dat huis, daar staat een piano. Spelen jullie mee? In dat huis, daar staat een piano. Allemaal! En in dat huis, daar staat een piano. Ja, van je plunk. In Holland staat een huis. In Holland staat een piano. Jongens, speel maar piano! We gaan zingen allemaal. Pak je kokertje. In Holland staat een huis. En de buren zijn niet thuis. Haha, in Holland staat een huis. En de buren zijn niet thuis. Lekker spelen met de band. Een band die nog niemand kent. Zing maar mee. Lekker spelen met de band. Een band die straks iedereen kent. In Holland staat een huis. Wauw, wat hebben jullie goed meegedaan zeg. Wauw. We hebben een echte band gemaakt. Applaus voor jullie! Yeah, leuk hè? Lekker muziek maken, drummen, piano spelen, basgitaar, gitaar, zingen. Nou, en misschien wel trompet erbij spelen of saxofoon of viool. Nou, te veel om op te noemen. Nou, we hebben even lekker muziek gemaakt. Ik heb nog een heel ander muziekinstrument. Dat wilde ik jullie even laten horen. Let maar eens op. Jullie waren er al, ja. Hey, dit is een banjo. Dat is een cowboy-instrument. Ik dacht, ik trek ook meteen even mijn cowboy-jasje aan. Ik doe een cowboy-hoed op. Yeeha! Yeeha! Zullen we nog een cowboy-liedje gaan zingen? Ik weet nog een leuk cowboy-liedje. Pak ik even mijn gitaar. Zo, doen we deze even weg. En dan worden we allemaal cowboys en we zitten op de paarden. Kataklop, 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 ja! Hop, 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 paardje in galop. Hop, 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 met een cowboy erop. Op zijn hoofd een cowboyhoed, cowboylaarzen aan zijn voeten. Hop, 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 cowboy in galop. Hiha! Zullen we het nog een keer doen? Zing maar mee! Hop, 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 paardje in galop. Hop, 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 met een cowboy erop. Hij drijft de koeien, die rennen en loeien. Hop, 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 cowboy in galop. En wat doet hij dan, de cowboy? Ja, hij schiet met zijn pistolen in de lucht. Pieuw, pieuw. Alle boeven, pieuw, alle slangen slaan op de vlucht. Ja, woe. Hop, hop, hop. Ja, zeg, dat was een mooi cowboyliedje. En ik heb nog een muziekinstrument uit de cowboy tijd en uit het cowboygebied. Zal ik eens laten horen. En dit is een dobro. Een soort zilveren gitaar. Kun je ook als spiegel gebruiken. Kijk maar. Kijk of mijn haar goed zit. Ja. Leuk, hè? Hij glimt helemaal. Hij glinstert, ja. En dan heb je een buisje bij en dan kan je een beetje mee spelen. Dan krijg je een beetje bluesmuziek en een beetje countrymuziek. Een beetje van die Amerikaanse muziek. Hoor maar. Zullen we een country en western liedje gaan zingen? Jullie kennen hem allemaal. En wie rijdt er op zijn paard door de prairie? Dat is cowboy Billy Boone, door de boeven zeer gevreesd. Er is nooit in het wilde westen een cowboy geweest die zo dapper was als cowboy Billy Boone. Van je hotsie knotsie knetter, van je jippie jippie jee. Maar zijn paard was zeer vermoeid en het wou niet verder mee. Maar hij moest de boeven vangen, dus nam die een ander beest.
En nu gaan we ze vertellen wat voor beest dat is geweest. Wee, ik ben moe, ik ga slapen. Oh. Maar wat voor dier moeten we nou? En jullie zijn de boeven, hè? Jullie zijn gevlucht. Volgens mij zijn jullie gevlucht naar Afrika, naar de woestijn. Ik zie jullie wel, ja? En wie rijdt er op zijn kameel door de woestijn? Dat is Cowboy Billy Boom, door de boeven zeer gevreesd. Er is nooit in de woestijn een cowboy geweest die zo dapper was als Cowboy Billy Boom. Hi-ha! Van je hotsie knotsie knetter, van je jippie jippie jee. Maar het kameel was zeer vermoeid en het wou niet verder mee. Maar hij moest de boeven vangen, dus nam die een ander beest. En nu gaan we ze vertellen wat voor beest dat is geweest. Ik ben moe, ik ga slapen. Oh, het zonnetje, ja. Nou, en jullie vluchten naar Afrika, naar de jungle. Wat voor dier moet hij dan nemen? Ik weet het al. Een tijger. En wie rijdt er op zijn tijger door de jungle? Wow! Dat is Cowboy Billy Boom, door de boeven zeer gevreesd. Er is nooit in de jungle een cowboy geweest die zo dapper was als Cowboy Billy Boom. Wow! Van je hotsie knotsie knetter, van je jippie jippie jee. Zijn tijger was vermoeid en het wou niet verder mee. Maar hij moest de boeven vangen, dus nam die een ander beest. En nu gaan we ze vertellen wat voor beest dat is geweest. Wow, jullie zijn gevlucht. Oh, jullie zijn naar huis gegaan, naar Nederland. Ik zie het al, in de polder, in de weilanden. En wat voor dier moet Cowboy Billy Boom nemen? Zij rijdt die op zijn koe, door de polder. Dat is Cowboy Billy Boom, door de boeven zeer gevreesd. Er is nooit in de polder een cowboy geweest die zo dapper was als Cowboy Billy Boom. Maar dat is toch veel te langzaam. Oh, hij moet iets anders verzinnen, anders kan hij de boeven nooit vangen. Hij gaat een paard zoeken. Paardje, kom hier. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Van je knotsie knetter, van je jippie jippie jee. Maar zijn paard was alweer vermoeid en hij wou niet verder mee. Maar hij moest de boeven vangen, hij wou niet een ander beest. En nu gaan we je vertellen wat voor beest dat is geweest. Haha, ik zie jullie wel boeven, maar ik heb jullie weer niet te pakken gekregen. Maar de volgende keer gaat het lukken hoor. Maar het was wel een mooi cowboyavontuur. Ho, jullie hebben al voor de banken gerend, ik zie dat wel. Hé, hey, wat een leuk feestje was het zeg. We hebben eerst muziek gemaakt in Holland en daarna zaten we in de jungle en we zaten in de woestijn. Nou, helemaal leuk. Nou, ik ga er weer vandoor. En ik vind het leuk dat jullie gekeken hebben. Zullen we nog even kijken of er nog een dier is om gedag te zeggen? Wie wil jullie gedag zeggen? Het paard? Ja, oké. Okay. Wee! Dag. En de kameel? En de kameel? Oké. Okay. Dag jongens en meisjes. En de tijger zegt nog even gedag. En de koe natuurlijk. Wee! Nou, en ik zeg jullie ook gedag, want het was superleuk. Hey, en tot de volgende keer. En als je het leuk vindt, dan kun je op het Dirk Schelen YouTube kanaal natuurlijk nog veel meer filmpjes kijken. En daar kun je ook op abonneren, dat zou ik heel tof vinden. En de liedjes staan op Spotify. En we houden natuurlijk contact via Instagram, Facebook, weet ik wat. Ik vind het leuk en ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Dag! Alles maakt geluid, probeer het maar uit. Maak je eigen muziekje. Alles maakt geluid. Probeer het maar uit met een fietsbel of een elastiekje. Hey, hallo. Wat leuk dat jullie weer kijken naar muziek maken met Dirk. En we gaan vandaag natuurlijk weer muziek maken, maar ik moet eerst mijn huis stofzuigen. En ik heb hier een hele mooie stofzuiger. Kijk maar. Hey. Eigenlijk kun je er ook muziek mee maken. Moet je maar eens horen. Ik zet hem gewoon aan. Kijk. Doen we zo. Kun je ritme doen. Daar komt de stofzuiger aan. Kijk toch uit. Maak ruim baan.
Hij maakt veel lawaai. Draait in de rondte, draai, draai, draai. Dat is leuk, hè? Ja, maar ja, kan niet altijd muziek maken. We moeten ook gewoon even echt stofzuigen. Dan ga ik gewoon, zet ik de stofzuigermond erop, dan ga ik mijn kamer stofzuigen en dan zing ik het liedje gewoon verder. Doen jullie mee? Daar gaat-ie. Jullie kunnen vast ook thuis misschien even stofzuigen. Vinden je vader of moeder wel leuk? Is het al gebeurd voordat zij het gaan doen? Nou, daar gaat-ie. Wow. Hij zuigt al het vuil van de vloer. Van hoek naar hoek met veel rumoer. Maar als je niet uitkijkt, dan zuigt hij je voeten. Oh, je voeten. Nou, dat gebeurt niet hoor. Want gelukkig zit er een knop op. En daarmee zet je hem uit. En weer aan. En weer uit. En weer aan. En weer uit. Nou, mijn studio is wel genoeg stofzogen, hè? Of gestofzuigd, ik weet niet hoe het heet. We gaan gewoon lekker muziek maken. Doen jullie mee? Oké. Ja, zo zie je me weer. Je kunt overal liedjes over maken. Zelfs over een stofzuiger. En heb je wel eens een heel kort liedje gehoord? Luister hier dan maar naar. Dit is een heel kort liedje, met een heel klein melodietje. Het duurt helemaal niet lang, en het stopt als ik zeg pang. Nou, dat was het al. Zullen we nog een keer doen? Zingen jullie mee? Dit is een heel kort liedje, met een heel klein melodietje. Het duurt helemaal niet lang en het stopt als ik zeg pang. Ja, precies. Hé, maar we kunnen ook een heel gek liedje gaan maken. Zullen we dat eens gaan doen? Oké. Dit is een heel gek liedje met een heel klein melodietje. Het duurt helemaal niet lang en het stopt niet als ik zeg pang. Gek liedje, gek liedje. Nou. Ook een heel gek liedje maken. En daar kunnen we nog meer een liedje over maken. Nou, over twee woorden bijvoorbeeld. Over ja en over nee. Denken jullie dat ik daar een liedje mee kan maken? Ja, hè? Want dan heb ik een leuk ideetje. Dan zeg ik ja en dan zeggen jullie nee. Dan maken we er een spelletje van. En dan zeg ik bijvoorbeeld, ik ben er voor. En dan zeggen jullie, ik ben er tegen. Of ik zeg wel eens. En dan zeggen jullie, niet eens. En ik zeg, ik doe het zelf. En dan zeggen jullie, ik doe het zelf. Ja? En voor dat liedje ga ik een hele mooie gitaar pakken. We zouden het liedje ja-nee gaan doen, hè? Oké, ik zeg ja, jullie zeggen nee. Gaan we even oefenen. Ik zeg ja. Ik zeg nee. Dat zeg je dan antwoord. Oké? Dan gaat hij nog een keer. Als ik ja zeg, zeg jij nee. Oké. Gaat lukken, hè? Ik zeg ja. 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 En ik wil wat ik wil. En dat is wat ik wil. En dan zeg ik zo meteen wel eens. En dan zeggen jullie niet eens. Oké, daar gaat-ie. Gaat lukken, hè? Ik zeg wel eens. Wel eens. Wel eens. En ik wil wat ik wil en dat is wat ik wil. En dan zeg ik ben er voor. En dan zeg jij, ik ben er tegen. Oké, komt-ie. Ik ben er voor. En ik wil wat ik wil en dat is wat ik wil. Ik doe het zelf. Ik doe het zelf. Nou jij? En ik wil wat ik wil en dat is wat ik wil. Ik zeg ja. 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 En ik wil. Ik wil en dat is wat ik wil.
zin. Nee, wat jij wil. Ik zeg ja. Ja, ja, ja. En we willen wat we willen en dat is wat we willen. En we willen wat we willen en dat is wat we willen. Ik zeg ja. 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 Oké. Ja. 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 Oké. Je hebt gelijk. Hé. Dat is leuk. Je kan overal liedjes over maken. Zelfs over ja en nee. En nou ga ik ter plekke een nieuw liedje verzinnen. Ik heb hier namelijk een boekje. Oud-Hollandse liedjes. In Holland staat een huis. En dan ga ik gewoon in prikken en dan komen er vanzelf wel twee woordjes uit. En dan gaan we een liedje mee maken. Moet ik nu wel mijn ogen dicht doen, anders wordt het niet helemaal eerlijk, hè? Oké, daar gaat-ie. Nou, ja. Ja, dat is wit. Dat is helemaal niks. Er staat geen woord. Ik ga het nog een keer doen. Met iets minder binnen. Bij. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Bij, nou, bij kan erbij staan, maar je kunt ook een bij zijn. Nou, nog een woordje. Bij hebben. Oké, dan gaat hij nog een keer. Andere bladzij. Beren. Nou, dat moet toch wel lukken. Bijen en beren. Ja, die past ook wel een beetje bij elkaar. Nou, ik pak mijn gitaar erbij. Gaan we er een liedje van maken. Beren, waar rijmt dat op? Beren. Deren. Geren. Heren. Peren. Meneren. Leren. Meneren vind ik wel een leuk. Er waren twee beren. Er waren twee meneren. Nee, twee meneren, dat waren beren. Ja, dat is wel grappig. Twee meneren, dat waren beren. En wat ruimt er op bij? Zij, hij, gij, lij, mij, kei. Blij? Ja, blij kan ook nog. Mij, nij, pij, rij, zij, tij. Blij, oké. Okay. Er waren twee meneren, dat waren beren. En die werden heel erg blij van de honing van de bij. Ja! Oh, dat is een mooi liedje, toch? Die kunnen we zingen. Er waren twee meneren, dat waren beren. En die werden heel erg blij van de bij. Nee, van de honing van de bij. Nog in met z'n allen! Er waren twee meneren, dat waren beren. Die werden heel erg blij van de honing van de bij. Ei, ei, ei. Nou, hebben we een nieuw liedje gemaakt over de beren en de honing van de bij. Zie je, zo kan dat. Kan je thuis ook proberen gewoon een woordje zoeken. Ga je op rijmen en dan maak je vanzelf een nieuw liedje. Zeg, maar ik heb nog een nieuw liedje gemaakt. Ja, en dat wil ik even aan jullie laten horen. Moet ik even iemand erbij halen? Kijk eens wie er gekomen is. Dat is een vriend van mij. Dat is Sjaak de Draak. Ja. En het gaat nu weer goed met hem. Hij is een klein beetje ziek geweest. Maar het gaat weer goed, hè? Ja, het gaat weer goed, Dirk. Oh. En ik heb een liedje voor Sjaak gemaakt. Willen jullie dat horen? Ik heb het net gisteren gemaakt. Dus ik ken het nog niet helemaal uit mijn hoofd. Dus ik moet een beetje spieken van het papier. Maar het gaat wel lukken. Daar gaat hij, Sjaak. Verhaal van Sjaak de Draak. Vroeger zag je hem veel, maar nu niet meer zo vaak. Hij speelde altijd met veel vuur en dat deed hij ieder uur. Maar nu gaat dat niet meer, want zijn keel doet heel erg zeer. Hij moet alleen maar hoesten, kuchen, schrapen en proesten en hachoe. Ha-tjoe. Kunnen jullie mee hoesten? Ha-tjoe. Niet zo bedoel ik. Ha-tjoe. Ha-tjoe. Hij is heel verkouden. Al een tijdje niet meer de oude. Hij bleef een tijdje thuis. En poetste zijn hele huis. Nu voelt hij zich weer beter. Houdt een afstand van anderhalve meter. En door die grote afstand is er niemand die zich nog aan zijn vuur brandt. Ja!
Ken je het verhaal van Sjaak de Draak? Je ziet hem nu weer heel erg vaak. Er was geen dokterskuurtje, maar toch brandt nu weer zijn vuurtje. Je hoort de mensen niet meer klagen, je hoort ze nu alleen maar vragen. En ze zeggen, Sjaakie, heb je een vuurtje voor de open haard? Jo, dat heb ik wel. Sjaakie, heb je een vuurtje voor de barbecue? Ja, dat heb ik wel. Sjaakie, heb je een vuurtje? Want ik heb het zo koud. Dit was het verhaal van Sjaakie. Ja. Hé, hey, dat was leuk. Hè? Het gaat weer goed met je. Ja, het gaat weer heel goed. Hey. Nou, dat was het dan. We hebben lekker allerlei liedjes gezongen. Een gek liedje, een kort liedje, een liedje over een stofzuiger. We hebben zelfs zelf een liedje gemaakt. Ik heb een ideetje. Misschien kunnen jullie proberen om zelf een liedje te maken. Dan kies je twee woordjes en dan maak je een rijmpje op. En dan zing je een melodietje en dan heb je gewoon een liedje. En ik zou het natuurlijk leuk vinden om die te horen. Dus die mag je altijd naar me opsturen, naar mijn Facebook of Instagram. Of je tagt hem en zet hem in je story van Instagram, dat ik hem ook zie. Dan ben ik heel benieuwd. Leuk dat Sjaak nog even kwam. Hè? Ja, helemaal goed. Nou, dat was het dan weer. Tot ziens. Leuk dat jullie gekeken hebben. En als je het leuk vindt, kijk lekker verder op het Dirk Schelen YouTube kanaal. Er staan heel veel filmpjes. Kan je ook op abonneren. Zou ik heel tof vinden. En tot de volgende keer. Hè? Dag!